Ik ben Antonie Stip en ik werk bij de Vlinderstichting als projectleider. Sinusbeheer is bedacht door een Belg, Jurgen Kokuit. Hij is heel erg begaan met bijvoorbeeld vlinders. Hij heeft lang zitten peinzen van hoe krijg ik nou dat beheer van mijn graslanden, want die beheert hij, geschikt voor vlinders. En daar is uiteindelijk dat sinusbeheer uit ontstaan. Wat hier gebeurt is een maaivorm die is geïnspireerd op sinusbeheer, zeg ik altijd maar. En dit is de dijk, dus bovenaan. En eigenlijk gebeurt er dit, dat ze slingerend over de dijk heen maaien en in het voorjaar maaien ze de bovenkant en in het najaar de onderkant. Wat we zien is dat er, wanneer er gemaaid is, dan is er wel heel duidelijk een verschil tussen de plekken die er zo uitzien, hè, waar dus een deel van de vegetatie niet gemaaid is, in die slingerende patronen, en andere delen van de dijk waar gewoon alles in één keer gemaaid is. Daar is heel duidelijk een verschil, want op de plekken die volledig gemaaid zijn, daar zie je eigenlijk bijna geen insecten meer, bloembezoekende insecten. En als je hier gaat rondlopen, dan kom je nog zweefvliegen tegen, dan kom je nog bijtjes tegen, je komt vlinders tegen. Dus het zwartsprietdikkeltje bijvoorbeeld, het hooibeestje, dat zijn echt vlinders die van graslanden houden. En dat is heel leuk dat ze hier dus op deze dijk zitten en ook toe gaan nemen als gevolg van het beheer. Want dat is wel wat we heel voorzichtig stapje voor stapje zien, dat die kleine vlindertjes het steeds beter gaan doen hier, dankzij het beheer. We hebben bij de Vlinderstichting samen met Stichting Groenkeur een keurmerk ontwikkeld voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. En dat keurmerk heet Kleurkeur. En daarmee proberen we eigenlijk dat goede beheer van bermen en groenstroken in Nederland een beetje te stimuleren. Een van de dingen is dat we een cursus ontwikkeld hebben, de Kleurkeurcursus. En die kan iedereen volgen en daarvoor kun je naar de website vlinderstichting.nl/kleurkeur voor meer informatie.